Wat voor formaten bestaan er nu allemaal op de film? Nou, om uit te gaan van het huistuin- en keukenformaat 8 mm, dat kent iedereen, en later Super 8. Maar dat kun je maar beperkt vergroten. Dus wil je een groot doek in een bioscoopscherm vol krijgen, dan moet je dit wel iets groter en breder maken. Nou, daar is standaard in de bioscoop 35 mm voor gekomen. Dus dit een stukje. Daar zit het geluid naast de film. En het beeld kun je redelijk opblazen voor de gemiddelde bioscoop meer dan voldoende. Maar wil je het nog mooier en groter en scherp maken, dan gaan we dit verdubbelen. In de camera al. En in de projectie wordt het dan 70 mm film. En dan heb ik hier een stuk van, 70 mm dus breed. En daar kunnen 6 geluidssporen bij nodig, omdat het doek zo breed is dat je acteurs uit een bepaalde hoek ziet. Dan moet daar ook het geluid vandaan komen. Waarom is nou voor iemand die in de bioscoop zit 70 mm zo heel erg bijzonder? Dat is bijzonder omdat het er tenslotte om gaat wat voor beleving heb je met een beeld. Hoe goed kun je erin opgaan? Dat kan het beste als het je hele ooghoek beslaat, dus groot geprojecteerd wordt. Als het gestoken scherp is, dan krijg je een werkelijkheidsbeleving. Plus stereo geluid natuurlijk. En dan is de beleving maximaal. Vroeger was het 7 van die spoelen per hoofdfilm ongeveer die je in die projecten moest zien te krijgen. En dan inleggen en draaien met die hap. Te ver van het scherm af. Eigenlijk moet je hier niet zitten. Kijk, eigenlijk moet je halverwege de zaal zitten, want je moet die ooghoek vullen. Ja. En dat lukt van achteren niet, dus ik ga nu op de ideale plek zitten. Ja, het is een genot om te zien. Werkelijkheidsbeleving.